Het gaat al jaren slecht met het Gentiaanblauwtje. Op initiatief van Amsterdamse wetenschappers van Science for Nature is deze zomer een onderzoek begonnen naar dit zeldzame vlindertje. Alle plekken waar het Gentiaanblauwtje nog voorkomt zijn bezocht om genetisch materiaal te verzamelen van de dieren. En dus ook de belangrijke vliegplaatsen in Drenthe. Wij proberen te achterhalen waarom het Gentiaanblauwtje, wat toch een heel erg bijzondere vlinder is voor Nederland, want het is een parasiet van mieren, waarom dat Gentiaanblauwtje steeds maar verder achteruit blijft gaan. En we hebben nu al een achteruitgang van 90% sinds 1995. Dus dat is enorm. Daar wordt veel aandacht aan besteed en wij komen er maar niet achter wat nou precies die ene factor is, die ene knop om aan te draaien om weer naar boven te gaan. Want wij willen weer omhoog met zo'n heel bijzondere vlinder. En dus gaan op een zonnige dag in juli Irma Wienhoff van de Vlinderstichting en Sheila Luiten van de stichting Science for Nature op zoek naar Gentiaanblauwtjes. Ze willen zoveel mogelijk vlinders vangen om een heel klein stukje uit hun vleugels te knippen. Een vogelbeet noemen ze dat. En dus daarom gaan we nu hier zo het veld in. En dan hopen we dat er zo meteen de vlinders wakker zijn. En dan hebben we 4 netten meegenomen, of 5. En dan gaan we daar die vlinders in vangen. Okay. En dan hebben we een koelboxje mee. Dat staat hier. En daar zitten koelelementen in. En dat kan je hier zo wel zien. En dan doen we ze even koel maken. Want de dames zijn nogal levendig, onder andere. En dus als je dat wil mee manipuleren, is het fijn als ze gewoon even een beetje rustig zijn. Dat is ook gewoon, ja, dat is ook veiliger voor de vlinder. Nee, want we doen dat natuurlijk super veilig, hè? Ik knip de vlinders dan meestal. En het laatste wat ik wil is dat ze bij het afnemen van zo'n vogelbeetje, dat ze daarbij beschadigen of dat ze daarbij doodgaan. En ik moet eerlijk zeggen, tot nog toe heb ik nog niet één dood laten gaan. Dus dat gaat wel goed. De stukjes vleugel worden gebruikt voor DNA-onderzoek. In dit geval laten ze door een goed lab, laten wij ze analyseren. En dan kun je dus uitrekenen hoeveel intel er in die populaties is. Je kunt kijken hoe ze genetisch gedifferentieerd zijn van elkaar. Dat kun je eraan zien. En je kunt kijken hoe verwant ze zijn aan elkaar. En aan de hand daarvan kun je ook goed bepalen of er intelt is of niet. Want als er veel intelt is, wat kan er dan gebeuren? Nou, dan kunnen ze gewoon kleiner worden of ze kunnen minder snel groeien. Of die rupsjes zelf die groeien minder snel. Dan komen er ook minder rupsjes weer terug in het veld. Dat je misschien een hogere sterfte. Als je het heel erg hebt, dan zijn ze gewoon mismaakt. Maar dat hebben we hier nog niet gezien. Ja, dat je echt vleugels niet meer uitklappen, dat soort dingen. Dat ze niet meer kunnen vliegen. Maar dan ben je wel heel erg ingeteeld. Dan kan je gewoon gebreken, zoals je ook bij rashonden hebt. Pak ik hem aan de voorkant vast, want dan kan die niet meer met de vleugels flapperen. En zich niet meer verder druk maken. Een van de vragen waar de onderzoekers antwoord op willen is of je Gentiaanblauwtjes uit kunt zetten. Probleem is dat de vlinders een heel bijzondere levenswijze hebben, waarbij de rupsen parasiteren op mieren. Die houden ze voor de gek door net zo te ruiken als een mierenkoningin. Maar dat luistert heel nauw, het moet dus eerst goed uitgezocht worden. De boodschap van dit verhaal is dat je ze niet zomaar rupsen van Gentiaanblauwtjes ergens heen moet verslepen zonder dat je weet waar je het heen brengt, dat daar inderdaad de juiste mieren zitten om die mieren te kunnen, om die rupsen te kunnen adopteren. Anders gaat het dus helemaal fout en dan de populaties zijn al klein en dan hol je die populaties uit en dan begin je iets waarvan je niet weet of het gaat lukken. Dus onze boodschap is, behoud even van wat er nu is. Dat is waar we, en dan kunnen we daar met meer kennis iets mee gaan doen voor de toekomst. Blijf van die Gentiaanblauwtjes af, blijf van die rupsen af, als je niet weet wat je precies aan het doen bent. Zie je, nou gaat hij weer eventjes opwarmen, zit hij in de zon en dan gaat hij verder. Ja. Voelt hij zich weer fit genoeg om het volgende vrouwtje te gaan zoeken.